In mijn lectoraat, Meervoudige professionaliteit van leraren, zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe je leraren kunt helpen om stuurkracht te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. En met stuurkracht bedoelen we dat we, dat we leraren eigenlijk willen helpen om zelf keuzes te maken op basis van hun expertise en zo invloed te uitoefenen in die onderwijspraktijk en het onderwijs ook echt te verbeteren. Het issue is denk ik dat heel veel leraren zich ook een beetje in die positie gedrukt voelen van uitvoerder. En ik wil eigenlijk laten zien dat leraren meer zijn dan uitvoerders, maar dat ze ook ontwerpers zijn. Dat ze zelf eigenlijk aan het roer staan van dat onderwijs, dat ze dat zelf maken. Uit onderzoek weten we dat persoonlijke expertise van leraren een belangrijke bijdrage levert aan het ontwikkelen van stuurkracht. Dus stel je wilt iets veranderen in je eigen praktijk, dan is het heel belangrijk om zelf te gaan ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van je eigen onderwijs. Die inzichten hebben we verwerkt in de master Ontwerpen van Eigentijds Leren. Alle studenten van deze master zijn leerkrachten in het basisonderwijs. En in het kader van deze master ontwerpen ze allemaal een onderwijsinnovatie. En die gaan ze ook uitvoeren op school. Mijn innovatie is dat wij al enige tijd bezig zijn in de school met eigenaarschap van leerlingen om het eigen leerproces te vergroten. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan en gekeken hoe ver wij nu staan. Daar kwam uit eigenlijk dat wij al heel veel dus doen, maar dat dat nog niet voldoende werkt. Bij zo'n onderzoek is stuurkracht belangrijk om je collega's en directie mee te kunnen nemen, zodat zij ook achter de innovatie kunnen staan. Ja, wat ik zie gebeuren bij de studenten is dat ze steeds meer bewust worden van hun stuurkracht. Ze worden mondiger en kritischer. Ze stellen zichzelf vragen. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? En ook, hoe kan dat nou beter? Ik merk dat mijn aanpak werkt, want mijn team en directie staan vierkant achter wat ik doe. En daarbij hebben we een gezamenlijk doel voor ogen.